Don't touch, boy, 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 boy. Ja, hoor, en van harte goedemiddag. En het is tijd voor Surinamers overal met de complimenten van Telezuur en GoTo. Stranang Sani, wie Sani men? Vlogt ons ook via natuurlijk YouTube. Maar dat krijg je dus over ongeveer een uurtje of zo. Kun je natuurlijk ook lekker naar YouTube gaan om Surinamers overal terug te checken. Vergeet niet dat onze Facebook-page ook beschikbaar is. Radio SRS Suriname. Het is tijd om te praten met Michael Rosheuvel. De man is tramconducteur en hij woont in Amsterdam. Ik ben benieuwd en alvast, let's go. Met Michael Rosheuvel. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Je spreekt tot Glif Witteman, Radio SRS Suriname. Welkom erbij, Michael, meneer Rosheuvel. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat. Ja, fijn om dat. Ik kom net van het werk, dus ik denk, ik ga lekker ervoor zitten om even die Sranamans van mij daar in Suriname even te spreken, you know what I mean? Ja, toch, alafasi, zo die ding zet, zo die ding daar. Nou, alafasi, Liberana, je zegt het zelf, je komt net van het werk, je bent tramconducteur. Jawel, ja. Alright. Hier in Amsterdam, tramconducteur. Alright, en hoe lang duurt het al? Ik doe dit al 17 jaar. Wauw. Conducteur. Ik moest even een ander werk zoeken. Een zittend werk, want nu ben je wakka wakka. Ik deed heel veel dingen. Ik deed zoveel dingen. Dus ik denk, de laatste jaartjes ga ik even zitten. Toen werd mijn werk aangeboden op de tram. Nou, amigos, dom is door. Rustig, dat mijn tram hier is hier karta. Rustig. Nee, je hebt niet geforceerd door dat je het is ook natuurlijk niet volg. Isabi toch. Maar in ieder geval, ja, er is veel veranderd ondertussen in die 17 jaar dat jij zeg maar bij de tram werkt, toch? Ja, heel veel veranderd. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Oké. Okay. Komt ook door personeelstekort en al dat soort dingen. Wordt de werkdruk zwaarder, hè? Oh. Je mag overwerken. Aha. Maar als je overwerkt en je werkt over. Nou, voor geld, dan krijg je niet zoveel geld, want dan gaat 50% de belasting. Dus dan met ik euro, dan werk ik voor uren, dan kan ik bijvoorbeeld naar Suriname komen. Ah, oké, okay. Ja, that's in de planning. Ja, ik weet dat sowieso de strippenkaarten zijn vervangen door de OV-chip. Yep. Ja, door de OV-chip knip of zoiets, Isabi. Alvast, en hoe bevalt je werkje tot nu toe, Breda? Goed, ik vind het lekker om op de tram te werken, want je komt mensen tegen. Je komt ook oude mensen, ook kennissen uit Suriname, kom je ook tegen op de tram. En gezellig, je bent ook een kleine soort maatschappelijke werker op de tram, toch? Want heel veel mensen komen daar, ze zien je. Ook christelijke mensen, daar zien ze het licht om jouw kopje heen. Dan gaan ze altijd, dag meneer, kent u Jezus? Ja, die mensen, dat zijn er. Okay. Maar ik ben gelukkig als ik die mensen daar tegenkom. Want dan, ik kan bonkwa toe, ik kan rap plus, ik kan bonkwa toe, tekstkines, maar dan, oh ja, goed zo, halleluja. Is dat de waar dat niet ook? Oké, nice. Ja, maar ik weet dat het is niet altijd makkelijk op de tram. De jeugd en sommige van de tram rijders, Isabi toch, maar de bikarta, Ewan go in actie. Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt op de tram? Het ergste wat ik heb meegemaakt is 4 jaar geleden op nieuwjaarsdag. Serieus, ik ben gaan werken. Ik denk is dubbel betaald. Nieuwjaarsdag is dubbel betaald. Kom go Rocco. Aha. Maar een jongen stapte in. Ja. Een chichi boy, 16 jaar, was er aan een boy. Oké. Okay. Stapte in, 16 jaar. Dan Amano check ik. Maar dan uitzellig heb ik dacht, hey brada,
Je hebt nu ingecheckt, het is niet goed gegaan. Mag die baan niet? Hoe doe je? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Hoe word ik niet ingecheckt? Heb ze gezegd, kom hier, want ik denk, wil ik Biggie man, 50 plus boxie, dan komt de G-man even zo met je praten. Ja, je gaat niet direct, want je moet ook aan David en Goliath denken. Want je boyka, bossie in de gehoor. Ja, ja. Je boyka, bossie in de gehoor. Dus niet zo raar, maar dan, hey, kom hier. Daar is hij gekomen met een diamantkont, zei hij van, hé, hey, wat moet je? Toen zei ik tegen hem, wat moet jij? Ik zei, zo'n jongman doen? Amar Wangong. Ja, hij heeft een pistool getrokken van mij. Maar hij stond bij die deur van de tram. Ah. Maar ik heb een trap op mijn voet, een trappel. Dus ik wil Lolo's aan die verder, ik kan trap dat een hendel, dat door het afsnel. Aha. Daardoor het af snel, als kreeg je toch. Hey, rustig. In de gang op play moeilijk, maar. Soetu. Hoe is het? Ja, werkelijk. Dat moet je horen, Ja, opa, boy. Dus mijn trap. No, mijn trap adoro. Maar, of zijn fout is, hij is ingecheckt. Daar long way. En nakt op adoro naar een gong. Is hij weggerend. Zo. Dus je schrikt natuurlijk, de mensen in de tram schrikken ook. Tjuboye swa aan een gong. Zo. Dus de politie heeft politie gaan opzoeken. Wat was het? Hij was vrij. Hij was een weekend vrij om naar zijn moeder te gaan in Amsterdam-Noord. Mm. Maar meneertje is een kleine rover. Hij zit in een opvangtehuis in Arnhem. Dus ergens in Zuid-Nederland. In Arnhem. Okay. Dus hij was zijn moeder gaan bezoeken. Sarana boye. Dus hebben ze hem gepakt. Hebben ze zijn kamer overhoop gehaald. Werden maar van go onder de ijskast van Mapje ijskast. Maar wat was het? Ja, sorry. Ja, maar wat was het? Aman ben roof, de chimeisje naar de chiboy voor de gong. Zeker. Je weet de jeugd toch, iedereen heeft een mooie telefoon nu toch, al ben je 14 jaar. Mama, ik wil een telefoon! Ja. Nee, ik wil een mooie! Ik wil Apple. Ja. Dus Aman ben roof, de chiningere voor de gong. Voor de telefoon dus zo bedoel is het gegaan. Je bedoelt voor de telefoon? Ja, telefoon. Oké. Ja, hier roof ze je gewoon voor telefoons. Zo. Het is hard. Overigens, en we staan aan het horen. Ja, TV toe. Ja, go TV. Staan aan TV. Ja, go TV. En de go TV en Betty toe. Nee, mis op. De kinderen hebben rechten en dat soort zaken die uit de hand kunnen lopen. Isabi. Ja. Ja, die is maar bijna helemaal tegen. Even een klapje. Maar we best goed, politie, in mijn papier, nu aan klapperen. Zo. Ik denk normaal, Siki, dat is goed, ik hoorde Kie. Zijn die klappen, boy. Zo. Boy. Ja. Papa bossa, boy. Die papa shit toch. Nee, denk ik. Maar in elk geval, gelukkig, ik denk dat die aan de erg, weet je. Nou ja, zeker. En dat je ook nog. Ja, Thea Gadotching. Thea Gadotching Gados Napaise, Isabi toch. En in elk geval, Simi Breed ook doet dat ik kan doen werk natuurlijk nog steeds met veel plezier. Ja. Ja, dat was allemaal. Ik heb nog steeds plezier hoor. Ik heb nog steeds plezier. Oké, nog steeds plezier. Dat was een spannende intro. Maar in elk geval, ik moet toch weer even terug naar het begin, mi brada. Mostella vraagt. Go on. Wie is je maat? Wie is je moeder? En wie is je vader? Wijlen mijn moeder. Eleonora Petronella Rijker. Getrouwd Rosheuvel. Ah. En mijn vader is Alphonsius Egidius Rosheuvel. Aha. Dat zijn mijn moeder en mijn vader. Ja. Oké. Wat voor type mensen waren ze? Hoe was je vader? Hoe was je moeder? Was hij streng? Isabi toch, wat voor werk? Wat voor werk deden ze? Ja, ik heb yin en yang. Mijn moeder en mijn vader waren yin en yang. Ah. Mijn moeder was yin. Zij was een heel lieve vrouw. Aha. Abe boogie, alles maat. Maakt niet uit of je kon kokobé of om een soort chiki idee kon. Mijn ma begi altijd maar pis brede. Isie. Mijn pa be bari soms. Oei, wat doe je? Is dat toch? Mijn vader is... Ik ben streng opgevoed door mijn vader. Toch heel streng. Oh. Ik denk, hey, grap. Okay. Maar dat heeft mij gevormd nu. Mm-hmm. Een lieve moeder en een strenge vader. Ja, maar een beste combinatie. Is dat mix? Ja, is een goede combinatie, hè? Ja, good cop. Heel goede combinatie.
Dan want dat good cop, bad cop. Ja. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Maar ik prefer de good cop. Is dat niet toch? Want, ja, ik kies een kans voor. Je wakker in een mooi fire. Ja. Of je wakker in een passie aan een lamp. Aan een fire. Ja, zo passie je wakker. Je ziet. Als we die ding de. Is het toch? In elk geval, je bent in Suriname geboren. En als ik het goed heb, ben je aan de Fred Derbystraat opgegroeid. Is het waar? Ai. Nee, tegen. Hoe was die ding? Mijn karas aan Fred Derby. Oké, okay, met begrijping aan nationaliteit aan 2024. Maar ik ben geboren in de Rust- en Vredestraat. Ah. Nummer 5. Rust- en Vredestraat. Daar ben ik geboren. Serieus, maar wacht. Ja, maar wacht rust. Even. Maar even. Jij bent dus gewoon thuis geboren. Ik kan zeggen, ik ben thuis geboren, ja, en ik wil niet praten van mijn geboorte, want mijn moeder had even een moeilijke bevalling van mij, hè. Mm. Ik weet niet hoe of wat, je weet maar, ja, het was er. En ik ben ter aarde gekomen en ik ben later gedoopt in de kathedraal. Oh. Special mission. Dus iedereen van mij is gedoopt. Alfonsius Kerk, Verlengde Keizerstraat. Mm-hmm. Maar mij beraad, ik had ook een zieke broer boven mij, Patrice Rosseuve, Patrick. Mm. Is laatst gekomen over de leden. En onno na kathedraal, boy. Oké. Daarom tem konasara na miwa kapsa kathedraal. Mijn baby! Hier van telefoon en baby, hier van telefoon en baby. Mijn baby, tem karan in kathedraal. Ja, nemba. Ja. Maar als ik het zo hoor, dan was je, ben je nogal gelovig opgevoed of je bent gelovig geworden? Ja. Ik ben gelovig opgevoed. Ik heb wel een paar jaartjes gehad toen ik 25, 26 jaar was. Maar dan was ik wel een spion. Ik was een spion van God. Okay. In de hel. Want ik ben beroepsdanser geweest. Ik heb in een nachtlicht gezeten. Ik heb Holland Show Ballet gedaan. Ik heb go-go dance gedaan. Ik heb achtergrond, Tour Limited, al dat soort dingen. Met Eminem, al dat soort dingen heb ik gedanst en zo, mm-hmm. Dan ben je in een harde leven, toch? Ja. Dan ben je af en toe in het nachtleven ook. Ja. Is dat niet toch? Dus al die dingen heb ik meegemaakt. Maar vertel, want ik hoor je mooie dingen aanhalen, maar voordat we daar komen, Suriname, wat kan je nog herinneren van 1973 toen je 10 jaar oud was? Wat ik mij kan herinneren van 1973, toen ik 10 jaar oud was, ik woonde aan de Rust- en Vredestraat. Mm-hmm. Ik was 10 jaar geworden en ik ging op de Alwiesje school in de Gravenstraat. Ah. Toen de tijd Gravenstraat, ja. Eden Henk Aronstraat. Ja. Mijn broer en mijn moeder en mijn vader, maar meer mijn broer, die heet John Rosheuvel. Mm-hmm. Die had een feestje voor mij georganiseerd. Mm-hmm. Dus ik zie mij nog zitten, de kaartjes die werden uitgedeeld, wat een witte kaart. En met een clown die loopt met één bloem in zijn hand. Ik zie alles nog voor me, het was 10 jaar. Dat kan ik mij nog herinneren. En het was een lekkere verjaardag. Op mijn zakje snoep, popcorn, niet meer voeden, snoep, voeden mooi toch. Niet meer verjaardag, dat ik mijn voer aan snoep van man. Oké, maar hoe was je op school? Opgroeien en zo op school? Wat voor leerling was je? Leergierig? Ging je bij focus? Wat was het? Boy, ik was gewoon een leerling. Ik heb de lagere school, maar ik moet je 6 jaar doen, toch? Ja. Maar ik heb de lagere school heb ik 9 jaar gedaan. Mm. Ben 3 jaar blijven zitten. Ja, ik was ben een tweeling. Je bent een tweeling? Toch? Ja, verstand. Ja. Oh, maar is het... Tweeling, is het Gemini. Een Gemini tweeling. Oh, je bent de tweeling, bedoel je qua sterrenbeeld. Oké. Ja. Aha. Gemini tweelingen, die zijn tweeling. Ja, je dat toch? Je hoort wel tweelingen. Lingen. Ja, je dit? Ogri. Ik wil niet leren. Voor papa. Oké. Ik was 2 opleiding samen kies voor mijn pa. Mm-hmm. Ik was 2 jaar. 2 jaar was ik. Dan ben je op een parachutebaan. Zeg je zangai? Parachute. Opleiding samen kies voor de man. Ja, man. Zo. Opleiding voor mijn pa. 2 jaar dan ben je op een parachutebaan. 4 jaar ben je een broodje prikkeldraad. Zeg je dat? Oké. Maar wat zullen we zeggen? Maar zou er ook een vader mee doen dan? Wat deed je vader voor de kost? Mijn vader...
Mijn vader werkte op Bekoisi. Bekoisi, vroeger Bekoisi. Hij was een engineer. Ah, hij maakte grote caterpillar pompen. Oh. Scrabble machine pompen dat. Ja, weet je, in die tijd had je van die scrabbles en die draglines en dat soort dingen. Ja, daar was hij engineer van. Oh, leuk. Man. Daar was hij een mechanic van. Oké, okay, maar Beekhuizen, vroeger Beekhuizen. Ja, maar heeft dat jou als kind niet geïnspireerd om hetzelfde te gaan doen als je vader? Tweeling talk. Ik ben achtergekomen nu. Ik ben erachter gekomen, tweelingen. Ik ben goed gevallen hoor, in Jezus naam. Ik ben goed gevallen. Maar die tijd, jongboy, je hebt hem. Mijn oma zei altijd tegen me. Jongboy Michael, je lobbybezigheden. Ik ben lobbybezigheden, toch? Mm-hmm. Wat draai bezigheden? Oké. Dus al die trainerschap is mijn moeder. Mijn moeder sprong altijd voor me. Ja. Dan Nora. Eleonora Petronella. Eleonora Petronella. Hey, Dat je bent Joppe van Sappa. Ja. Dus ik heb een strenge opvoeding gehad. Okay. En een liefdevolle opvoeding ook. Hoor. Ja, vooral opvoeding, Mensen denken dat wanneer je praat over streng, dat bijna in de bab vrij, bijna liefde. Maar liefde, ben lijn maar uit liefde. Maar ik dus maar ben je zo streng. Bescherm hoe ze hebben. Er was liefde. Er was liefde. Tuurlijk. Er was liefde. Ik heb geen zware jeugd gehad, hoor. Mm-hmm. Maar Valka, je interesse, waar ging dat het meest naar uit? Ik bedoel, je zit op school, je gaat op een gegeven moment naar, ik weet niet wat het was, of het ULO of MULO was. Wat deed je na de lagere school? MULO. Oh, je bent naar de MULO gegaan? Na de lagere school in 1979, mm-hmm. toen ben ik naar de Hendrikschool gegaan, in de Gravenstraat, Hendrikschool. Oké. Okay. En daar heb ik ook 2 jaar gezeten. Ik was ook een beetje geknobbeld. Mm-hmm. Dan met Pabong, technische school. Aha. Bij Duisburglaan, technische school 5, vergeet ik ook niet. Okay. Vroeger technische. Oh, tijdens de coup, 1980. Oh, die bestaat er ook niet meer, heb denk ik. Heb ik daar gezeten. Die bestaat er ook niet meer, weet ik. Okay. Heb ik daar gezeten. Ik zie nog voor me. Ja. Oké, in elk geval, je gaat er naartoe. Tijden, hoor. Maar wist je al ongeveer wat je later wilde gaan doen, wat je wilde worden? Waar ben je op afgestudeerd? Bouw. Ik zat in de bouw. Ah. Want mijn broer John Rosheuvel, die is ingenieur. Die is ingenieur John Rosheuvel. Dus die zit in de bouw kunnen. Ik heb zelf les van mijn broer gehad op technische school 2. Serieus? Hij was mijn directeur. Door maar één. Wauw. Serieus, maar mijn broer was ook streng. Want wanneer ik lessen kreeg van hem in de klas. Mm-hmm. Hey, meneer Arki. Hmm. Michael, ga eruit. Ga weg. Michael, ga er weg. Hij moet toch een voordeel geven aan Michibra. Trek hem aan boven Michibra. Maar. De Abekona Osso, want toen ben ik een Osso toch. Ja. Directeur, dan een leerling. Ik ga zo trof op zijn Osso. Papa komt erbij, want papa en papa tak. Wat is dit gedaan? Papa, die want to klap bij. Ja, tuurlijk. Heb ik ook die klacht, ik kan horen. Nee, die klachten zomaar. We waren met 8 kinderen, 7 jongens en 1 meisje. Mm-hmm. Ik was de laatste. De ogri bij ogri, ten met de ogri sani, ten met de ogri sani, die niet door de beugel kon. De kiesoon van, na 60 brada en voor mij. En weet je wie als laatste komt? Vader Jacob. Na 3 uur van zijn werk, vader Jacob, vader Jacob. Slaat hij nog? Wiepie. Ja, echt, maar dat heeft me gemaakt hoe ik nu ben. Okay. Zo liefdevol, niet harteloos, liefdevol, hulpzaam. Ik heb geen woorden ervoor. Zoete koek. Ja. Alle de zoet aan dat die. Ja, maar even kijken. Suriname. Heb je ook in Suriname gewerkt voordat je licht in Nederland vertrok? Ja, laat me het goed kijken. Ik werk met jaartallen ook, want dat is strak toen toch. In 1981 was ik boos op mijn vader. Zo. Ik had een strenge opvoeding, vertelde ik je toch? Ai. Papa in Dopo Japi, dat is aan dat die. Dus ik ben toen uit huis gevlucht. Telf X op mijn 17e jaar. Milo uit dat Osso. Serieus?
Ja. Ik had zoveel bezigheden. Je bent de balman, je bent de... Tussen haakjes, je bent de meid, man. Ik had meisjes. Dus is was zijn net wat dan? Reflectie. En de regels. Dus ik ben gevlucht uit huis. En waar ben je naartoe gegaan? Wie heeft je opgevangen? Zal ik je vertellen? Om de hoek bij mij in de Nassilaan. Ja. Aan de overkant van Yong Tifa heb je zo'n huis. Die staat tot de dag van vandaag staat hier nog zo'n beetje een verlaten bouwvallige huis. Een heel hoog huis. Als huis aan de overkant van Yong Tifa, Nassiland. Ja. Want toen ik met andere van de botanen de boy, want ik ben tegen mij, want wanneer mijn vader naar het werk ging, dan niet de boroga Osogonyang, dan Nora Mimma bij Mikinja. Michael! En toen ben je dat zo. Kom eten! Dan ben je snel. Kom op Chinja, Jagwe. Ga weg, papa, kom zo, ga weg! Dat is zo Ajak Migwe Toepa draai. Maar door het onderhand, mijn moeder was ook mijn advocaat. Heb je onderhanden met mijn pa, dat Michael terug moet komen. En kijk hoe reeds ze zijn, hoor. Ik ben op mijn verjaardag 4 juni 1981. Mocht ik terugkomen thuis. Mocht ik wel, weet je, mijn vader even, ben ik terug thuis gekomen. Oké. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben me in het leger gegooid. Aha. 6 januari 1982. Dat was goed toch? Alleen. Ja, maar bon, we gaan naar Legre. Leer discipline. Ja, ben je die? Ja, ben je van die? Maar je bent van Odu. Ja, ben je die? 3% ben weer in de. Hai. Maar, ben je die? Ben je die? Ja, man. Ik ben lopen Legre, want het is aan jou weer groen. Ja. En in die tijd, 1980, allemaal lobby. Oma, opa, Chimeen, iedereen vond je leuk in lang groen. Ja, man. Gong lang groen. Ja. In die tijd, weet je, jaren 80. Ja. Nou, was het goed. Later aan Kopori. Ja, maar in elk geval. Toen ben ik af. Ja, sorry. En verteld. Nee, zeg het maar. En toen ben ik. Ik mocht in 1983, augustus 83, mocht ik afzwaaien. Ik had een verzoek aangevraagd, want ik was meer dan mijn gilegre eigenlijk. Aha. Ik was compagnieskloon, snap je toch? Ik ben heel niet met mijn man lafo. En toen ben ik wel veld goed oefening. Soms doe ik ofzo. Even kantine naar een barak. Yo. Michael Rosseuvel. Ik ben tegen die. Ja, maar. Ja. Maar in elk geval, kijk. Mocht ik weggaan. Ja, onap, toen zie voor ding. Dus eindelijk, want ik kwam verzameling voor Alassani. Maar wat mooi is, uiteindelijk gaat het erom dat jij diaspora bent, wat je moet in Nederland. Maar wanneer ben je vertrokken richting Nederland en waarom? Ik ben 4 november 1986 vertrokken naar Nederland. Kijk, na mijn legertijd, toen was ik danser, ben ik danser geworden. Aha, toen ben ik gaan dansen. We dansen voor wie met wie? Ik was een van de eerste breakdancers van Suriname. Mijn groep, wij hadden de eerste breakdance groep van Suriname. In 1983 waren wij het. En onze naam heette Future 2000. Het was een zekere Frenkel, die zoon van Pietje Frenkel. Aha. Die kwam uit Nederland en die was een danser geworden. En die leerde ons dansen. Ja. En we bestonden uit 4 mensen. Aha. Die zoon van Pietje Frenkel, ja. Michael Rosseuvel. En Leeflang. Oké. Blasco. En hij had je Suivi, John Suiverloon. Suivi, wij waren de 4. En de Ube dansie. Niemand wilde meer dansen wanneer de danswedstrijden waren. Ja. Want dan komen we altijd als laatst. Toch, we komen altijd als laatst. Kan wel MT. Met die body. Heel goed of je het. Zo tjuren hier, want de mannen aan dansen worden. Want wie bedrapen toch. Op de duur, de maken tegen me. Toch, Michael. Wil je geen jury lid worden? Want de boy nog aan dansen worden. Want de man is hier, man. De mensen die je kon naar Bronfis. Wat heb ik dan toch niet door? Ja, mooi Tori. Was een leuke tijd. Okay, want en daarna, dus ja, sorry, zeg het maar. Verknopte. En daarna doe je dansen, heb je toch, je had heel wat dansen, heel groep. Maar dan nu, in 1986,
Op een vriendin, heel leuke meisje, familie Balsemhof, maar Karen niet wat is bekend, van de Louise School. Dan, ik ben, ja, Smagwa Holland, ik ben Ori, twee jaar tussen Smagwa Holland. Ja. Dus ik wilde ook naar Nederland gaan. Toen kreeg ik een verzoek van het leger dat ik me moest weer aanmelden. Hey. Want ik zat in een speciale eenheid, toch? Charlie Company met Nederlandse officieren. Mm-hmm. Speciale eenheid, brada. Oké. Okay. Ja, dat is allemaal Gods werk. Dat dit op mijn papier komt. Ik zat in een speciale eenheid, toch? Charlie Company. Boy. We moesten terug. Ik moest me 1 december 1986 moest ik me melden. Hmm. Nico en ik dans te veel, dus ik had ook gedanst voor iemand van de Nederlandse ambassade. Een meneer, zijn zoon, die bij dans ging. Ik moest terug daar. Nico, nou man, dan heb je iemand in Nederland die je ook kan opvangen. Ik dacht, ja, mijn broer. Ik heb zelf 2 broers. Oké. Okay. Ga je die zin omgeven, dan moet je zo snel mogelijk weggaan. Want nu ben ik gewoon naar lekkere tok. Mijn brada, Migwe. Aigwe. Migwe. Door Gado. Gado zit daar heel scenario in Migwe. Wow. Als we door Holland. Wauw. En natuurlijk kom je terug bij je broer. Ja, ik kom met mijn broer en die woonde in Horen en die andere woonde in Baren. Mm-hmm. En die Horen. En later ben ik gewoon op mijn eigen, op mezelf gegaan. Ja. En toen heb ik een danscursus. Ik heb gedaan in een auditie. Ja. Sabi, mijn moeder was Rana Pas, toch? Biggie Steen, Curly, Lange Willy, mooi boy. Sabi toch? Ja, mooi. Mooi, nou, mooi bruin, mooi visie, Sabi toch? Ja, met TV Colgate, Moxie. Ja, ik wist dus wel. Dus dan noem ik door auditie werd ik aangenomen. Toen moest ik een jaar lang een cursus volgen, danscursus volgen op het conservatorium in Den Haag. Conservatorium in Den Haag, ja. Aha. En je had een artiest, die heette Ricardo Sibilo. Hij was acteur, choreograaf in Nederland. Mm-hmm. En hebben we van hem lessen gehad. Ja. En zo ben ik in de danswereld gestapt. Ah. En van het een komt het ander. Ja, ja. Go-go dans, breakdance, zwarte dans. Eigenlijk een beetje over heel de wereld geweest. Serieus? Ai. Wauw, met dansen. Met dansen. Alles, ik heb zelf, mijn hoogste wat ik heb meegemaakt is een voorprogramma van M&M, Namtaigi Furuba. Hi boy, nou dat. Ik ben ook een robot geweest. Een robot geweest? Wanneer je tijd hebt, go to me Facebook, daar ga je goede foto's, je ziet zo, je gaat alles zien. Je gaat alle jaren zien. Gewoon Michael Rotsheuvel op Facebook? Ja. Oké. Dus ik heb alles zo een beetje gedaan. Dus dan ben ik, in 2003 ben ik gestopt met alle artiestenwereld. Oh. Want mijn moeder kwam te overlijden in Suriname. Ah, op die manier. Dan kon Nasrana. Ja, dan kon Nasrana. Tawayari Nasrana, niet Nasrana. Als we verzorgen, mijn ma, Nandrimoen, Adede, Usabito, ziekenhuis. Sinds die tijd bestond dat al vast, hoor. Want ze zeggen nu, zet je dit toch? Tot de dag van vandaag. Je hoort ook wat mensen zeggen. Zo. Ik hoor het ook. Je hoort het, ja. Je hoort de mensen zeggen, absoluut. Ik hoor het. Ik zei dat je... Omdat ik heb ze 3 keer meegemaakt. 3 keer in 2003. En mijn vader in 2013. Zo. En in januari ons leden. Ja. Mijn broer, Patrice, mijn zieke broer, heb ik meegemaakt. Die is ook overleden in het ziekenhuis. Hebben ze ook rare dingen gedaan. Zo erg, mijn ma. Brada, ik kwam pas uit Holland en je weet die tijd. Holland, man. Ja, man. Mijn versierzuster. Met die zuster krimp ook. Met jouw porseleinen, de Sanigi zuster. Ze hebben Grieken toch, in plek Griek. Met jouw leuke porseleinen. Ja. Dan mocht ik mijn moeder verzorgen. Ik mocht mijn moeder eten geven, want ze had een herseninfarct gehad. Dus aan de machine, aan de bedoelotie. Mm-hmm. Maar er was geen tijd. Dus wie ben er is, wie mabo, zwalanya, kou, ai, alasot, sani. Van wie is er verzorgen? De zang voor een aantato. Dat is wie mabo. De bakadrimu. Wow. Dan met apadansi, met pot alle des ching alle. Ik heb die robotpak van mij wat ik in Suriname deed, heb ik toen naar Remy Burke gegeven, want binnen naar Remy betraind altijd. Remy is ook een goede danser. Hè? Ja. Is alleen een karata man en zo. Oh. Hij is ook een goede danser geweest. Hè? Ah, ik heb hem gezien met een robot egg, ja. Ik heb maar een robot egg, werkelijk, ja. Isha pakkie, sabberi. Ai.
Nou, die kamer apakkie. Serieus hoe? Nou, je bent apakkie dat die? Ja, die apakkie dat een robot is in zijn boek. Dan is het alles sunny. Ja. Heb ik aan hem gegeven, want ik heb het toegelaten. Mijn moeder kwam te overlijden. Ja. Dus dan ben je jammer. Ja. Ja, want dan, hey, wat doen we met samen? We gaan maar mee oefenen samen. We gaan maar tot hier in Nederland, we gaan maar daar. Zo. Dus ik ben jammer. En dan moet je horen, maar toe actie, zo ik kan doen, zo ik kan doen. Ik dacht wel dat je toch? Ja, toch. dus dat is zo, akkoord. Wauw. Nou, ik bedoel van, zeer interessant, man. Ik bedoel, ja, je ziet iemands foto, je ziet de naam, maar ik wist het niet, Isabi. Ik heb die naam wel gehoord en mijn Luca foto vind ik, hé. Ik denk, Isabi, man, is een prezi, weet je. Ik denk dat ik je eerder wel eens heb gezegd. Tegen je, maar in elk geval. SRS. Ja? SRS, ben loopt nog niet bij de... Ik was kind aan huis bij SRS toen. Oh, SRS. Serieus? Ik had twee. Ik had SRS, en RP International. Maar wat, twee. Maar wat, ik heb, wat maakte dat je kind aan huis was, Bano? Hoezo? Wie kende je? Waarom? Hoe? Ik ben dan. Ik dacht, ik ben dan. Ik ben dan. Ik was altijd... We waren een beetje de attractie in Suriname. Dus we hadden altijd uitgenodigd. Ja, weet je, om te praten over dansen, over dit, over dat. Ik kende ons in Suriname. Ben je niet wat mijn artiestennaam is? Nee. Want we hebben tak. Wie is je artiestennaam voor mij? Heel graag. Michael Rosheuvel, alias Toffee T. Toffee naar beneden, meneer. Toffee! Denk dat over Toffee. Denk dat over Toffee. De allemaal denk Toffee. Nee, heren. Okay. Je baart Toffee, hier heeft Toffee ba, want je baart Toffee, hier heeft Toffee ba. Je noemt me dus mijn jere aan nu wel, ja. Ik heb die naam echt gehoord. Hier heeft Slomber. Slomber, oeh, je Slomber, no? Ja, nee, ik ben geen Slomber, maar die man Slomber, Moxie Athene, dat hij voor Abreek den Stories aan je kari. Je baart van boy Paul Wolf, Isabi. Maar ja, dat kan ik me nog herinneren. Want, Sanasani, ja. De jongens bij mij in de buurt, die man zit bij Electric Boogie, Isabi toch? Boyke, Paul. Welke buurt? Een nieuwe gevonden weg, dat probeer ik. Krishnalan, Isabi. Ja, ja, want, mm-hmm. Ja, maar natuurlijk, wij waren een voorbeeld van iedereen. Hè. Ja. Dus in die tijd had je twee beste teams, twee beste dansgroepen. Mm-hmm. Future 2000 was ik, en die andere waren High Voltage. Ah. En toen wij waren de dominante mensen van Suriname vanaf 1983, 84, 85, 86. Okay, zo heb je nog meer klein. Die laatst overleden is. Weet u weer? Turbo. Turbo ben de mi van je karren. Mi boy. Je opleiding als samen met. Ja, samen met Takai en Mususu. Hey, toen en dat met boy Takai en Mususu. Bigado. Ik kies je even nog. Nog om ik kies mezelf. Opleiding stond op. De boy die nou opleiding, de boy op. Serieus, mi man. Wow. Ja, wat ik met een toffie talk. Weet je wat het was? Ik was niet alleen danser, ik was showman. Aha. Een danser en een showman in één is perfectie. Oei, een danser karo is een danser. Karo-antenne. Ja, brada. Takai en Mususu. Altijd waren die mannen voor mij. Oh. Dus hun traden altijd voor mij op. En dan kwam de attractie. Future 2000 of Toffee. Mm. Toffee T in the place to be. You might think I'm from another galaxy. You see? And that's me. Toffee T. Ja, man. Hey, big up jezelf, maar kijk, waarom ik zo enthousiast ben te reageren? Omdat Miserevi is, ben op Chima, misap Miserevi. Ben ik altijd geïnteresseerd. Ik was altijd geïnteresseerd in dansen. Ik heb ook mogen dansen. Dus wanneer je dit zo vertelt, Isabi, dan kan ik me een beetje eraan linken, Isabi, toch? Dus ja. Maar mijn brada moet ik eerlijk, Atori spang, maar bari moest tapoe, Isabi. Ja, tapoe. Atori sweetie, maar bari tapoe. En alles komt een eind. Metegi, maar ik moet je gaan bedanken, man. Michael Rosheuvel, alias Toffee. De opleider van natuurlijk Takai en Mususu. En een voorbeeldfiguur voor vele Surinaamse dansers die in jouw voetsporen hebben mogen wandelen, Isabito. Ik ben een van ze, en I'm talking about. Dus bij deze, mi brada, je bent op dit moment lekker aan het relaxen. Je bent tramconducteur. Dat wordt een keer easy, and I'm talking about. Maar je hebt een goed leven, je doet je ding. En ik ben blij dat je... Ik ben blij dat je vandaag bij ons in de uitzending bent geweest, want vele mensen vragen... Ik dank God ook dat jullie me hebben de kans gegeven. Ik ben hartstikke blij, joh. Vele mensen vragen zich soms af, hoe is het met zo iemand? Lange minuutjes zo aan sma, je bent uit het oog.
oog, Isabi niet uit het hart. Maar bij deze, dan weet ik zeker dat familie, vrienden, kennissen en mensen van die tijd ook de schatjes die even weer hebben mogen horen. En de vrienden en de boys die toen. De man zei, Priet, de man skinkje niet op het danvoerster is mogen om te zeren. Mami Belada. En later, in het begin 2000, was ik ook met de Magical Band, die jongens die van vroeger, die toen die tijd dansten. Boys of Destruction, al die trespassers, al die jongens heb ik ook meegedaan. Voor Vrijmersum, en van mannen bakken. Euro. Die Euro Vrijmersum. Euro is TC Euro reactie, Euro. Zomaar naar Toffie. Ja, man. Nee, ik sta dossier. Ga ik zeker doen, maar ik moet checken op Facebook sowieso. Maar ik moet ervan. We moeten eindigen, want we hebben andere verplichtingen. Maar bij deze, big up, Soso Lobby. Blijf ons zoeken op bruidragen, Dapé. Want je hebt grote dingen zeker, gedaan. Zeker, zeker. En thank you. Wie weet, tot bels. En God bless you, mi brada. God bless you. I hope that God bless everybody over there. Yeah, man. Us and us. See you. Hartelijke dank. Abong, doei. Yes, baby. Check.